Nou, we staan hier nou in de buurt van waar het Raffles Hotel moet zijn. En we zijn nog steeds aan het zoeken waar, want om eerlijk te zijn, Joost mag het weten. En dat bedoel ik echt met Joost. Want wij weten het niet. Elke keer lijkt het alsof we er bijna zijn en dan komt er toch weer een ander, toch ook wel heel mooi gebouw om de hoek zetten. En als je dan gewoon nog een keer ziet hoe ongelooflijk gunstig het was uitgepakt. Nou, de palmwaaiers, zoals we die gewend zijn. Hier. Het Raffles Hotel. Met een dijk van een tuin erachter. Lopen voor het Residence Hotel. We mogen niet naar binnen, maar we mogen wel naar het restaurant. Dus dat is precies wat we gaan doen. Naar het restaurant. Nou, je komt hier soort weer terecht in een half botanische tuin. Dus het is de meeste rustig te werken. Kijk eens jongens, het is toch wel mooi. Alles in dezelfde oude bouwstijl. Het is toch wel prachtig hier. Ja. Nou jongens, dat is het leven. Als je het later zo van elkaar hebt, dan heb je niks om er om zorgen over te maken. Eenmaal aangekomen bij het Raffles Hotel, zitten we hier op een terrasje op het binnenplein. Beetje het uitzicht vanaf het terras. Aan deze zijde weer de fontein.